En naast mij heeft plaatsgenomen Erik Zindel, directeur van de VVV in Dordrecht. Meneer Zindel, hoe belangrijk is zo'n evenement als Dort & Stoom voor Dordrecht? Nou, het is een heel belangrijk evenement. Het is eigenlijk het grootste evenement wat we hier in de stad kennen. En het is een gigantisch goede middel om publiciteit te maken voor de stad. Je hebt een item wat aanspreekt en dat lokt mensen. En die mensen die komen hier in een omgeving die ze vaak niet eens verwachten. En dat is gewoon een heel positief effect, want men komt nog een keertje terug. Wat is nu de bijdrage van het VVV-kantoor in Dordrecht aan Dort & Stoom 1996? Nou, de VVV die is secretariaat van de stichting Dort & Stoom. En wij zorgen voor de publiciteit. Eigenlijk het hele PR-traject, dat proberen wij te verzorgen. En zijn jullie ook nog actief tijdens de werkelijke dagen, 31 mei en 1 en 2 juni? Ja, tijdens 1 en 2 juni samen op de kade met een informatiewagen. Zodat we iedereen kunnen wijzen op de plaatsen waar de diverse evenementen plaatsvinden. En we zijn actief in het begeleiden van een aantal filmploegen. Er komt de KRO, collega's van de KRO, die komen langs. Die maken een opname van 25 minuten, wordt begin juni uitgezonden. Op zaterdag 8 of 15 juni, dat weten we nog niet helemaal zeker. En er komt een grote ploeg van de NDR, die komt 3 dagen lang filmen hier in Dordrecht. Belangstelling dus uit het buitenland? Ja. Is er nu meer belangstelling dan voorgaande jaren? Nou, het begint steeds bekender te worden. We krijgen steeds meer aanvragen uit Duitsland, België, Engeland en nu de laatste 2 jaar ook uit Canada en Amerika. Er komen speciaal mensen voor overvliegen om het evenement in Utrecht en in Dordrecht mee te maken. En dan met name om Dordrecht, omdat het hier in de historische omgeving plaatsvindt. Het is vooral een vrijwilligersevenement. Kunnen wij al die vrijwilligers wel onderbrengen in Dordrecht? Nou, de meeste vrijwilligers komen hier uit Dordrecht en omgeving. Plus natuurlijk al de mensen die op de boten, op de machines en dergelijke zitten. Dat is vaak al een probleem. Maar nu wordt het nog een groter probleem, want we hebben ook de wereldkampioenschappen wielrennen voor brandweerlieden in onze stad. En die vinden op 2 juni plaats. En daar hebben we op zaterdagavond ook nog een fantastisch openingsevenement samen mee. En nu wordt het echt heel krap, ja. Nou, er komt natuurlijk nog een hele hoop bezoekers, want ik had het over de vrijwilligers. Maar die bezoekers die zullen ook graag een hotelletje opzoeken, denk ik, in die dagen. Is er genoeg hotelcapaciteit in Dordrecht voor dit evenement? Nou, we zitten nu vol. Nokkie echt in Dordt. En we gaan naar de omgeving uitwijken. En dat is misschien weer een goede tip. Meneer Westland had het net over sponsoring vanuit de omgeving. Nou, wij brengen dan de bezoekers naar de omgeving toe. Precies, we zijn er hard mee bezig.